Welkom bij Rotterdam Onderweg, het bereikbaarheidsjournaal van Rotterdam en omgeving. Met deze week, de Honingerdijk en de Oostzeedijk zijn deels afgesloten, een nieuwe fase van de werkzaamheden bij de Kleiweg is gestart, weekendafsluiting van de André van der Lauwbrug en de Thomassentunnel is één nacht dicht. In Kralingen zijn de Honingerdijk en de Oostzeedijk tot en met 29 mei in beide richtingen dicht voor het autoverkeer, tussen de Oostmaaslaan en de Elisabethstraat. Omrijden kan in beide richtingen via de Maasboulevard. Tram 21 en 24 rijden tijdens de werkzaamheden niet over de Honingerdijk en de Oostzeedijk. Deze tramlijnen worden tussen tramhaltes Woudestein en Oostplein omgeleid via de Oude Dijk, de route van tramlijn 7. Tramlijn 7 wordt ingekort en rijdt niet verder dan tramhalte Oostplein. Alle informatie vind je op rotterdamonderweg.nl/honingerdijk. De werkzaamheden bij de Kleiweg zijn een nieuwe fase ingegaan. Tot 31 juli is de uitweg dicht tussen de Erasmussingel en het tankstation. Het tankstation is gedurende de hele periode van de werkzaamheden gesloten. Vanaf de Ringdijk kun je niet via de uitweg naar de Kleiweg. Omrijden kan via de Melanchthonweg, de Gordelweg en de Straatweg. Richting Schiebroek wordt het verkeer omgeleid via de Straatweg, de Wijsseboeglaan en de Argonautenweg. Voor meer informatie ga je naar rotterdamonderweg.nl/kleiweg. Komend weekend is de André van der Lauwbrug in beide richtingen dicht voor alle verkeer. De afsluiting geldt van zaterdag 28 maart 1 uur 's nachts tot maandag 30 maart 5 uur 's ochtends. Aan de oostkant rij je om via de Oostbrug en de Burgemeester van Walsumweg. En de andere kant op, tussen Blaak en de Boompjes, rij je om via de Schiedamse Dijk. Meer informatie vind je op rotterdamonderweg.nl/André van der Lauwbrug. Op de A15 is de Thomassentunnel komend weekend één nacht afgesloten. Van zaterdag 27 maart 8 uur 's avonds tot zondag 28 maart 5 uur 's ochtends is de Thomassentunnel dicht in beide richtingen. Het verkeer rijdt om over de Kallandbrug. Kijk voor meer informatie op rotterdamonderweg.nl/A15. Wil je weten hoe je er komt? Volg ons via Facebook en Twitter en kijk op onze website rotterdamonderweg.nl. Dit was Rotterdam Onderweg. Tot volgende week.